in Bologna. Dat is eigenlijk een plezant verhaal. Hoe is dat gegroeid? Dus Bologna had vroeger ook meer zo de idee van een overheid, politici die doelstellingen bepalen en dan moeten de administraties dat uitvoeren. En in een bepaalde wijk was er een park met heel weinig banken. En dat werd gebruikt door jonge gezinnen, vooral moeders met kinderen. En die zeiden op een moment, weet je wat, in plaats van de klassieke manier, we gaan een petitie doen voor meer banken in ons park. Dan gaan wij gewoon de zalf betalen en kunnen wij dat wel betalen. En we gaan die banken schenken aan het park. Aan de banken schenken aan het stadspark. En wat ze gebeurd zijn, zijn naar de groendienst. En bij de groendienst zeiden ze, oei, wij beheren die parken, maar wij kunnen daar niks over beslissen. Ja. En gingen ze naar het departement van economie en zeiden, wij gaan over bedrijven, wij gaan niet over, over parken. En dus ze zijn 2 jaar van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Zodanig dat de finale conclusie was, dat kan eigenlijk niet. Binnen het huidige systeem. Mm. En dan hebben we een aantal mensen binnen naar het stadsbestuur samen met onderzoekers van de universiteit van Rome dat in kaart wacht en gezegd van we moeten eigenlijk heel de manier waarop een overheid kijkt naar zijn gemeente, het stadsbestuur, helemaal omturnen. Dus het is niet de rol van een gemeentebestuur om zijn gebied goed te beheren en oeps, daar wonen ook nog mensen. Nee, in Bologna heeft men dat omgetormd en gezegd van eigenlijk is een gemeente is eigenlijk een gemeenschap vol met creatieve burgers, vol ideeën en goesting. En hoe kunnen wij kijken welke ideeën dat daar opborrelen en daar ondersteunen?